Ja, herleiden. Plus en min door elkaar. Dan moet je het in stukjes doen. Wil je een goede som om te oefenen voor de toets? Doe dan niet de L-opdrachten. Wil je een goede som om te oefenen voor de toets? Pak dan som 8 uit het HV1-boek en som 7 van het V1-boek. Zeg maar deze som. Ik ga hem even laten zien. Dit is een goede oefening om te oefenen voor de toets. Dit is alleen, hier zit de basis in. Hier krijg je de verschillende dingetjes eigenlijk die hier aan bod komen. Nou, we gaan beginnen. Dus ik leg hem zeker ook uit, maar hij is om te oefenen voor de toets. Alleen dit doen als je zegt, goh, ik beheers dit nog niet. En om te oefenen voor de toets, echt die andere som erin trainen. Dus, ik zal hem even terug laten zien. Deze oefenen voor de toets. En dit is echt om even erin te komen. En om even te kijken, hé, wat lukt al en hoe zit dat nu met de basis? Want pas als je de basis kent, dan kun je het er echt in gaan trainen. Plus 7 keer 3a is gelijk aan. Nou, hier heb je een som die opgebouwd is uit keer en plusjes uit rekenen met letters. En de bedoeling is dat je ziet dat je hier doet 5 keer 2a. En dat je ziet, hé, dit is één stukje, want dit zit met een keerpunt aan elkaar. Plus 7, want plus hoort bij wat erachter komt, keer 3a. Dat is ook een stukje. En nu kun je het per stukje netjes maken. Dus dit wordt 10a plus 21a. En 10a plus 21a, dat is 31a. Dus je gaat eerst kijken hoe zit het met die stukjes. Alles wat met een punt aan elkaar zit, dat is één stukje. En dan ga je nog kijken, hey, nu heb ik het per stukje, dan ga je het per stukje netjes maken. Hè, dus per stukje korter schrijven. En dan ga je kijken, hey, kan ik het nog samen nemen? Wel zo opschrijven. Niet hier tussen gaan priegelen. 5 keer 2a is 10a, 7 keer 3 is 21a. Dat moet je niet doen. Dan gaan we naar som B. 3b keer 4d min 8d keer min 5b is gelijk aan. Nou, hoe zit het nu? Dit is een keer. Dit zit aan elkaar vast. 3b keer 4d. Dat zit met een keerpunt aan elkaar vast. En dan heb je min 8d keer min 5b. Dat zit ook met een keerpunt aan elkaar vast. Niet zo opschrijven. Niet dit doen. Niet dit opschrijven. 3b keer 4d is 12bd. Dat is wel waar, maar dit mag je zo niet ertussen schrijven. Wat moet je dan ook? Oh, wat moet je hier dan onder zetten? Nou, je gaat deze korte schrijven. Deze ga je korte schrijven en deze ga je korte schrijven. Nou, hier krijg je dus 3 keer 4 is 12, dus dit wordt 12bd. En deze min keer min wordt plus, dus 8 keer 4 is 40, dus dat is plus 40, want het wordt plus, hè? Min keer min wordt plus. BD. Hier staat wel D keer B, maar dat is hetzelfde als B keer D. En door het nu meteen op alfabetische volgorde te zetten, zie je dat dit nog korter kan naar 52 B keer D. Heb je deze andersom staan, dan kan het nog, want het zijn dezelfde dingen, maar dan zie je het minder snel. Dus zet het echt meteen op alfabetische volgorde. En dan krijg je dus 12 keer BD. Plus 40 keer dat getallending. Dan heb ik dus 52 van die getallendingen. Dan gaan we naar som C tot slot. Eerst overnemen. Min 2 keer 9c eraf 5 keer 7. Nou, wat zijn nu de stukjes? Hier staat min 2 keer 9c, dat is één stukje. Min 5 keer 7, dat is het tweede stukje. Dit wordt min 18c, want min keer plus wordt min. 2 keer 9 is 18. En dit wordt min 5 keer 7 is 35. En daar stop je. Niet meer gaan samennemen. Kijk, had hier nog min 35c gestaan, dan had je het kunnen samennemen. Maar dat staat er niet. Dus het blijft gewoon zo. Min 18c, min 35. Nou, ik hoop dat je dit aan had. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje.